modeltje. En die ga ik opmaken. En zij wou mij weten hoe je contouren ging aanbrengen. Ja. En ik ga haar opmaken en dan ga ik de ene helft van het gezicht contouren aanbrengen. En de andere helft laat ik haar zelf doen. Maar dan laat ik haar dus meekijken hoe ik dat doe. En dan kan zij de andere helft doen. Dit wordt wel een kerstmake-up. Kerstmake-up breng ik aan. Contouren doet ze zelf. Oké, tot zo! Gaan we beginnen met contouren? Ja! Ik heb hem wel heel makkelijk. Ik heb dus die Insta Duo Stick van Rimmel. Dit is gewoon contourstick. Deze zou je eventueel nog kunnen gebruiken, want dit is de Light Stick. Maar ik gebruik gewoon poeder highlighter. Moet je zelf weten of je die gebruikt. Ik gebruik hem niet bij jou. En het mooiste is om hem de contouren ietsjes donkerder te doen dan je foundation is. Je kan hem ook heel scherp doen. Dat hebben die drag queens. Dat is hartstikke mooi. Maar als je een beetje meer, ja, een beetje rustiger wil hebben, dan kun je beter deze doen. Ja. Ik breng hem aan. Hier zitten de tandjes. Die zitten daar. En daar zit een bot. Precies hier tussen breng ik hem aan. Dus ik trek hem van hier boven je oren naar beneden. Zo. Ja, en dan ga ik hier boven langs bij je haarlijn, een hoekje, en onderaan bij je kaak en bij je neus. Heel voorzichtig het hoekje pakken en je kan ook hieronder nog doen. Doe ik hem voor jou wel daar vast. Dan hoef je dat straks niet te doen. Die mag je vasthouden. Ja. Nu ga je hem even meekijken. Ik heb hier de spons. En dit veeg ik uit met de spons. Dep en veeg. En ik breng hem naar je haarlijn toe. Bovenaan gaat naar je haarlijn toe. Deze dep ik gewoon.
En die veeg ik iets uit. Dep en trek. Dep, trek, dep, trek, dep, trek. Dit werk ik zoveel mogelijk weg. Het lijntje ga ik een paar keer overheen, zodat je echt het lijntje bijna niet meer ziet. Maar wel bruin ziet. En dit trek ik allemaal naar beneden. Dus als je omhoog kijkt, werk je dus eigenlijk onder je kin uit. Ja? Ja. En hier gewoon een beetje schaduw aanbrengen eigenlijk. Doe ik met de punt van de Beauty Blender. Ga je eroverheen. En bij je neus tik je een paar keer, zodat hij wat lichter is. Wel een beetje rustig houden natuurlijk, niet te wild. Ja? Ja. Dan heb je die gehad, dan pak ik de contourpoeder. Die gebruik ik, de bronzer gebruik ik hiervan, van Bronze & Glow van I Love Makeup. En dan pak ik de schuine kwast. En dan ga ik over de bronzer heen, dat heb ik af. En dan ga ik daar overheen. Heel lichtjes, niet te hard aanzetten, want hij pakt heel veel omdat het een stick is. Die eronder heb gedaan. Okay. Hier ben je dan precies ook bij de lijn die je hebt aangebracht. En hieronder. En je kunt hem zo ver uitwerken als dat je wil. Je kunt ook zeggen van ik ga er nog een paar keer extra overheen. En ik maak nog een keer extra de kwast schoon en ik ga er nog een paar keer extra omheen. Dat je gewoon echt een hele lichte lijn hebt. En dat het niet zo heel erg opvallend is. Daarbij kun je ook nog zeggen van ik ga nog even extra heel zachtjes over de lijn heen van de neus. En als je dat hebt gehad, dan pak je de blush. En de blush. Ik denk dat ik toch met de Blossom Blush pak. Of zou ik de... Dragon's Heart is niet blush, dit is mijn highlighter. Ja, dit is highlighter. Ik denk dat ik deze doe. De Blossom Dreams Blush. Ik denk alleen dat je hem niet meer kan krijgen. Maar goed, pakken we deze voor. Die een beetje zo schuin is. Goed afdeppen. De appeltjes van je wangen. En dan onderaan kun je het een beetje over de lijn heen brengen. Klein beetje, niet te veel. Het moet niet helemaal in zijn. Zo. Zo, en dan pakken we de highlighter. Die is ook weer deze. Pak ik erbij. En dan pak ik de kleine dome brush. Kun je ook met de wand doen. En dan loopt hier de lijn. Die voel je hier zo, mm-hmm. Weet je wel. Als je heel goed kijkt, zie je hem ook een beetje recht. En daar doe je de highlight op. En dan kun je hem afwerken door te zeggen van ik doe nog een beetje boven je hoofd, boven je wenkbrauw. En ik doe met de vinger nog een beetje op mijn neus. Zo, puntje van de neus en de lijn. Neusbrug. Nou ja, goed, dan heb je nog natuurlijk een cupid's bow. En dan pakken we de kwast weer en dan doen we nog een beetje op de kin. Zo. En dat is het. Ja. Ja. En dan zou ik zeggen, veel plezier ermee. Ik ga hem nog even opnieuw aanzetten. Nog wel goed, want anders kan ik het niet meer zien. Nog wel een beetje... Zo, ja. Lekker maar. Dus hier. Ja. Ja. Ik er niet bang voor te wezen. Nog wel eens, Ja. En dan de lijn van hier. Over je tandjes. Yes. Ja. Ja. En de lijn van de vingers. Ja. Heel goed. Yeah. Yes. Dat ik dit nooit doe. Ik wil het beste bovenaan de zijkant gebruiken, dit. Deze.
Ja, en dat kun je ook het beste hierbij gebruiken en daar. En bij de neus echt gewoon echt alleen de punt. Uiteindelijk krijg je de handigheid in hoor. En dit is gewoon echt even weer om te weten hoe dit is. Hoe je het doet. Maar uiteindelijk krijg je... Gaat het sneller en gaat het beter. En dan denk je van nou... Nog lichter of... Ik weet niet hoe jij hem... Ik denk dat ik wel goed heb zo. En goed naar beneden. Dit is eigenlijk voor je onderkin, zeg maar. Om die weg te raken. Dan valt hij niet zo heel erg op. Dat zou zeggen. Alleen deze nog heel iets hier, iets meer naar beneden trekken. Ja. Goed. Ja. Dan zet ik dat van je neus nog even. Oh ja. Anders blijf je daar een donkere lijn aan. Ik heb letterlijk een keer gehad dat ik naar de kroeg ging, omdat ik dus contour had aangebracht. En dat ik de lijnen op mijn neus vergeten was om uit te werken. Dat was heel leuk. Heel leuk als je dan mensen gaat ontmoeten. Dus ja, jij mag zelf een moederhartje. Ja? Terwijl ze ook een spiegel in. Met welke deed je die? De schuine. Precies net niet zien. Sta ik in de weg? Nee, je kan het. Ik weet niet waar het licht vandaan komt. Van die lamp. Combi van allebei, denk ik. Ja, het is een schaduw, denk ik, waar je in moet werken. Ja, alleen hierboven. Ja. Die ken ik. Onthoud goed tanden, hè? Dus niet dat je hem over je been heen trekt of wat dan ook, want het lijkt er net alsof je in een modder hebt liggen rollen. Dat zeg ik altijd, het ziet er heel apart uit als je het te hoog aanbrengt. Het beste is echt als je zo doet, zo. Ja, dan kun je dus heel goed zien waar die lijn hoort. Wat daar dus onder, ja. Zie je echt dat ik het nooit doe, hè? Het mooiste is als je hierboven nog een beetje rondjes draait met de kwast. Hier of daar? Als je het hier op de lijn, dus bijvoorbeeld hier zo op de lijn, als je het zo doet. Oké. Want dan meng je hem nog net iets meer. Want anders dan hou je er iets harder de lijn op. Als je als drag queen gaat, is het mooi. Maar dat wil je het niet zijn, denk ik, als je... Oh jee, aan mijn neus. Nog een. Hij is goed. Hij is goed. Als je het verpest, kun je altijd uitleggen. Ja. Oh. Ik had het voor haar net deze. Ja. Ja. Die van het voor haar. Ja, dat is een kleine. Ja. Maar je moet eerst nog blush. Ja. Eerst blush. Hier de blusser. Oh jee. Nou, dat is niet zo heel erg pigmentachtig, dus dat scheelt. Jij bracht hem van beneden naar boven aan, hè, volgens mij. Ja, hier zo de appels van de water en dan trek je hem zo door. Ja. Ja. Waarom? Oh ja, bij jou zit er al highlighter boven. Ja, we zeggen waarom anders. Is die bij jou glanzend en bij mij niet, ja. Ja, zo zie ik het wel. Dat deden we met die. Ja. Dit ook. Ja, als je lang gaat kijken, dan zie je hem eigenlijk een beetje recht lopen. Als je hier die lijn in de gaten houdt, zie je eigenlijk dat dit een beetje recht kan lopen. Ja. En die lijn moet je gebruiken. Om de highlighter aan te brengen. Dat is in ieder geval hoe ik het altijd uitleg. Ja. Ja.
Dan kun je... Ja, ik denk het wel. Vooraf nog even bijwerken en je kan alles nog even goed doen. Je hebt hem niet afgetikt, hè? Nu. Ja, dat is echt wel anders op je hele voorhoofd gaan. Oh, ja. Dat, ja, en dan je neus. Hops, ja. Yes. Nu gaan we je lipstift doen en dan zijn we klaar.